Ex-minister van Onderwijs Lilian Ferrier, de moeder van gewezen centrale bankgouverneur Robert van Tricht, vindt dat er een oneerlijk rechtsproces loopt tegen haar zoon. Ferrier stelt dat er sprake is van mensenrechten schending en dat haar zoon langer dan een jaar onterecht achter de tralies zit. Ze zei dit gisteren na afloop van de behandeling van de strafzaak. Nou, als je eigenlijk kijkt hoe deze zaak begonnen is en de basisvoorwaarden die volgens de mensenrechtenverdragen eigenlijk waar rekening mee gehouden moet worden, dat dat nooit gebeurd is. Ik bedoel, wanneer een advocatenkantoor in 8 dagen een onderzoek maakt van de situatie bij de centrale bank en dat advocatenkantoor, dat toevallig ook nog de persoonlijke advocaat is van de regeringscommissaris, meneer Kippelani, en dan bepaalde dingen constateert met betrekking tot de integriteit en ernstige feiten en overtreding van de anticorruptiewet, in 8 dagen zonder consulteren van de statussen van de centrale bank, zonder constatering van de klap of wat dan ook, maar vooral ook geen hoor en wederhoor toepast. Het stoort Ferrier dat ze haar zoon al langer dan 6 maanden niet heeft gezien. Ze zegt dat het Openbaar Ministerie bij het onderzoek geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Daarnaast is de familie van de gewezen governor ook niet gehoord, wat veel vragen met zich meebrengt. Je bent onschuldig tot bewezen is dat je schuldig bent. Waar is het bewijs? En de hele samenleving, mede dankzij jullie als mediawerkers, praat over gestolen geld, waar is het bewijs? Hè? Ik heb ook moeite dat het Openbaar Ministerie uitingen doet als te zijnde dat de projecten niet noodzakelijk waren. De regering neemt dat soort beslissingen. En als de minister van Financiën zegt dat de projecten goed zijn, evenals alle directeuren van de centrale bank. En laat me jullie ook zeggen, op 2 augustus van dit jaar, 2 augustus, wat heeft minister Achai-Bazin gezegd? Hè? Waar komt het geld vandaan? Het is naar dit project Lagarde. En dan blijf je dus toch nog volhouden. Ferrier kan zich niet voorstellen dat het Openbaar Ministerie blijft volharden dat Van Tricht de staat en de centrale bank opzettelijk heeft benadeeld. Het Openbaar Ministerie heeft in juli een gevangenisstraf van 12 jaar en een geldboete van 500.000 SRD geëist tegen de ex-governor. Hij is sinds februari 2020 achter de tralies.